Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Garde van Gert. Vandaag een Vlaamse klassieker, klaargemaakt door een andere Vlaamse klassieker. Ik heb het over Paling in het Groen, klaargemaakt door Johan Segers. Johan, klopt dat een Vlaamse klassieker? Of? Ja, denk ik. Hè. Zelfs zo'n beetje aan de Schelde verbonden. Hè. Heb ik zo de indruk gehad. Die grote huizen waar ze dat klaarmaakten, dat was zo altijd gelegen toch aan de Schelde. De oude arm, de... Over meer donk of wat is dat ja, allemaal, klopt, die dingen maar, zo? Maar Paling, is ook zo, Paling in het Groen is ook zoiets gevaarlijk. Hè, want iedereen heeft daar zo zijn eigen recept en een familierecept. En mijn moeder maakt dat beste. En daar in dat restaurant kunnen dat beste eten. En dit en dat. Ja, nee, maar vind je dat net niet leuk? Ja, ja, maar dat is een van de gerechten, denk ik, waar het meeste over te doen is, zo, wat ja, dat betreft. Ik vind dat fantastisch, dat dat allemaal zo zijn eigen leventje heeft. Eigenlijk. Wil dat ook zeggen dat er geen... Nee. Perfect recept voor is. Ik bedoel, geen enige echte waarheid is. Ik geloof eigenlijk niet zoveel in dictaturen altijd. Hè. Ik vind zo de persoonlijke vrijheid van iets, ook in de keuken, ik vind dat toch wel fantastisch. Vind je dat niet? Ja, absoluut. Nee, maar er zijn wel bepaalde recepten die strikter zijn, denk ik. Dan ja, absoluut. Ja, 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 ja. Zeker als we over patisserie en zo gaan, hè, omdat dat een beetje chemie is, dan moet dat juist of dat lukt niet. Maar met koken... Dus bijvoorbeeld de kruidenmix hier, dat is heel persoonlijk? Dat is persoonlijk. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is zoals dat vuur persoonlijk ja, is. Ja, maar hier, kijk, ik ben de vuurmeester. Dus zeg maar wat er eerst gaat gebeuren. Ja, zet dat maar zachtjes op. Dat is, voilà. Dat is, dat is de paling, hè. Dat is, Moeten we daarop iets letten als we die gaan kopen? Zit daar verschil in? Is dat... Ja, dat is zoet water. Hè. Allee, ja. Dus wel, je moet wel dat duidelijk maken, want er is ook een zeepaling eigenlijk. Hè. Dus dat wel. Voor de rest zijn die... Ja, de kop is eraf. Dat is gestroopt, zoals ze dat zeggen. Ze trekken dat vel eraf. Wat moeten wij nog doen? Ik snij hier zo vanachter. Die staart er wat af. Dat is een soort vinneken eigenlijk. En dan zie je zo nog wat graadjes zitten. Oké, okay, dat is geen dood als dat eraan blijft. Maar dat is wel... Eigenlijk plezanter als je dat er zo die kleine graadjes zo en dat je dat dan wat onttrekt. En die gaat over heel de lengte. Ja, zeker in het begin. En dan komt dat er zo wat, allemaal wat af. Zeg, je kunt dat zo zien. Hè? Zo hier zie je die kleine grotjes zo zitten. Ja. En als je dat eet, dan kan dat... Maar enfin, dat is wel miniem. We kunnen verslikken en overlijden. Ja. Of is het niet zo drastisch? Ja, nee, we gaan dat niet dramatiseren. Hè? Het is al soms erg genoeg. Hey. Je leeft nog een beetje. Ja, 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 ja. Dat herinner ik mij ook nog zo als bij kind af aan. Ja, dat is echt glattig. Hè? Zo bij kind af aan, die paling werd klaargemaakt, die kronkelde zo helemaal. Hè? Die daar, heb ik, al, ja. Daar heb ik persoonlijk, ik heb dat hier al verteld, een trauma aan overgehouden. Aan de stukjes paling, stukjes hè, in een emmer die rond zwom. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat bij veel mensen zoiets is dat gebleven is als herinnering aan die dingen. Nu is dat allemaal anders. Die worden elektrisch gedood en zo. En dan heb je die dingen niet meer. Maar ik kan aannemen dat vroeger mensen daar... dat grellig vonden. Omdat ze dachten dat dat natuurlijk nog leefde. Ja, maar dat was natuurlijk het geval niet. Dat was al lang dood. Maar je kreeg wel dat idee dat zo spartelde eigenlijk. Hè? Dus vandaar, ik ben slechts de laatste jaren mijn eerste stappen in het paling consumeren begonnen eigenlijk. Ja, is het waar. En dan, ja, en dan waar. Misschien met de Japanse stijlen en zo meer. Gelakte paling en al die dingen en zo. Ja, 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 ja. Maar het is toch, het blijft toch altijd, vind ik, een topgerecht, een plezant gerecht. Ik vind paling heel lekker. En het is zoals gezegd, heeft zo'n beetje toch wel zoiets van ons. Hè. Alleen niet van ons, want er zijn andere keukens waar ze dat ook. Maar die paling in het groen en paling à la crème en het zijn ook landen waar het absoluut niet wordt gegeten, omdat het als een soort vuil dier wordt gaan zien. Hè? Ja, er zijn meerdere dingen, hè? Niet alleen paling. Hè? Ik weet altijd, soms denk ik zo van, ja, hoe zit het eigenlijk allemaal? Maar ja, dat heb ik met onze voeding in de dag van vandaag. We moeten toch niet te veel... Zeg Johan, en we zijn heel relaxed, we hebben maar een half uur en dat is goed te doen. Paling in het groen, ik denk dat wel, ik hoop dat toch. Ja, En we gaan of dat we nu gaan stressen of niet, dat gaat toch niet oplossen, nee, zeker? Nee, of anders doen we het in twee afleveringen. Hè? Ja, voilà. Ja. Ja, absoluut. Zeg, en we eten er brood bij? Ja, ik heb ook zoiets zo van, eet erbij wat je wilt. Hè? Dus ik denk dat ook perfect een gekookt patatje kan. Er zijn zo'n paar dingetjes die kunnen, hè. Maar
Absoluut. Ik denk niet dat we daar moeten veel bejeten. Dat is eigenlijk perfect. Oké, ik ben er benazen. We moeten geen angst maken. Voilà, we gaan het even opzij leggen. We gaan alleszins moeten kijken ook of dat ze van binnen proper zijn. Hè? Dus als ik dat goed... Je ziet, hier zit geen bloed niet meer in. Hè? Soms kan er zo tegen de graad zo wat bloed in zitten. Ja. Dat moeten we zeker niet doen. En dan krabt het er dan uit. Onder de kraan, we gaan dat nu ook doen. Hè? Oh, ja. We gaan die gewoon in stukken snijden. Voilà. Ook, dat is ook persoonlijk. De ene klein stukjes, de andere grote. Dat is allemaal persoonlijk. Voilà. Is deze nu een dikke paling of zo, een gemiddelde? Tussenin. Mag ik aan u vragen van twee echalotjes proper te maken? Ja, dat zeker. Hè. En wilde jij die in klein stukjes? Of, Ja. Want we gaan die dus eerst stoven eigenlijk. Hè. Is het eigenlijk te vergelijken met een soort, ja, wat we doen met stoverij gewoon? Het aanbakken en het dan... Ja, het wordt eerst gestoofd, hè, met dat echalotje erbij. Ja. En dan eigenlijk wordt het bevochtigd en dan wordt het gekookt eigenlijk. Hè. Maar dat is in zekere zin een beetje het principe toch van gewoon stoofvlees ook. Hè? Ja, dat wordt goed kort aangebakken eigenlijk. Hè. Dat wordt op wat hoger temperatuur. Hè. Dus zo even die stukjes goed koud water goed wassen, dat goed proper is. Hè? Dat je zeker van bent dat allemaal in orde is. Voilà. Heb jij hier ergens een plakkertje? Zal jij nu een vinger gesneden? Ik heb een klein vulletje, ja. Kijk, ik ben hier dokter Verhulst. Ja. Is het, zijn het waanzinnige verwondingen? Nee, je gaat het niet zien. Maar... Nee, maar het is op... Nee, dat je dat... Ja, op het toppetje van je vingers, zeg. Ja, maar nu... Hier met een schaartje. Ik heb blauw bloed, hè. Dus, is het waar? Ja, allang? Of is dat niet dat ik me... Daar worden mee geboren, hè. Nog maar pas ontdekt, hè. Oh, nee, dan heb ik hier de plakker volledig... Ja, ik ben niet zo handig. Ik ben eigenlijk geen verpleegster, hè. Of zelf geen verpleger, hè. Ja, maar ik vind dat toch wel lief dat je dat doet. Ja. Kijk, maar dat is wel veel, hè, van hier. Zo, denk ik? Ja, perfect. Zo, maar wacht, hè, dan gaan we hier nog iets rond doen. Nee? Moeten we niks rond doen? Probeer het maar zo. Draai die maar al voor op de volgende stap. Oh. Elke keer voordat we beginnen op te nemen, zeggen we, de plakkertjes liggen hier. Ja. Voilà, en ben me zeker. En dan voilà. Ik had deze, dat is zo van die ouderwetse. Kijk, dat is zo. Ja, fantastisch. Die ik ook op zijn. Wil jij er nog eens even zo met je groot mes een klein beetje wat doorlopen? Is toch doorlopen? Wat te groot? Nee, dat is gewoon perfect. Dat is gewoon perfect. Oké, super. Ja. Al even tot met u komen. Hè. Flikkert dat er maar in. Voilà, ongelooflijk. Dat is in een schokkelandje goeie boter, heb ik al gezien. Ja, dat is. Maar dat is ook alles van vetstof dat daarin gaat. Hè? Daar komt niks anders niet meer van vetstof bij. Dus eigenlijk is het een soort light gericht, Johan. Dat is nou toch niet, niet overdreven. Nee, absoluut niet. Oh ja, ik heb dat hier al wat... Ja, goed. Voilà, en dat stooft. En nu doen we die stukjes paling erop. Een beetje, je moet ook wel een beetje een pot nemen,
met een beetje bodem. Hè? Dat allemaal een klein beetje de bodem raakt eigenlijk. Ja, maar dat hoort dus ook een beetje, vind ik, bij het soort gerecht hier. Hè? Ja, is, voilà. Deze is toch een beetje het gerecht kaliber konijn met pruimen. Hè? Ik zal ja antwoorden. Zeg. De grote potten op de stoof en de bomma. Ja, ik heb niet zoveel fantasie. Hè? Ah, ja, maar ja. Ik vind dat nu kruiden. Waarom doe ik dat? Omdat ik dat nu zie. Hoeveel peper dat daar op ligt. Voor mij is dat... Johan, het is niet de bedoeling dat je hem bakt, hè? Nee, echt stoven. Dat wil zeggen, hij moet niet bruin of niet krokant niet gewoon... Op hoeveel staat dat nu? Op 8? Is dat... Op 8. Is dat al wat? Ja, 9 is nog meer, maar... 7 is minder. Dat vind ik heel belangrijk, dat je dat gewoon kruidt op de massa zelf. Dan zie je echt hoeveel dat je gebruikt. Nee, perfect. Gehoord dat goed gaat. Hij is aan het zingen, hè? Ja. Ja. Voilà. En nu gaan we, zoals u zei, met die kruiden. We gaan dat wat verdelen. Hè. Ik ga wat doen. Als je daar zo als er grote stelen aan zitten, dan mogen die er tussenuit. Maar als er kleintjes zijn, moet je daar niet mee bezig zijn. Ik heb nu gekozen voor heel simpel. Kervel, peterselie en een beetje spinazie. Maar geloof me nu, doe erin wat je wilt. Er zijn mensen die er geen salie in doen. Zuring? Er zijn mensen die daar zuring in doen. Er zijn... Allee, gaat uw gang, hè. Maar ik hou het liever zo... Ja, zo met nogal een eenvoudige smaak. Dat wil zeggen dat allemaal redelijk zachte kruiden zijn die we erbij doen? Is dat om de smaak van de paling zelf een beetje te... Voilà. Dat is erg lief dat je dat constateert. En je weet dat dat ook mijn voorkeuren zijn, hè. Zo naar het puur product eigenlijk, ja. Johan, het gevaar is soms dat mensen zoiets thuis maken en dat groen, ja, dat zo meer paling in bruin is. Ja, dan ja. Hoe gaan we daar... Dat is niet lekker. Allee, dat ziet er niet goed uit dan, hè. Nee, maar hoe gaan we dat voorkomen? Ik kan er nog even geheimje van... Ah, dat is goed. Hebben de mensen een reden om te blijven kijken. Hè? Zeker. Ja, alsjeblieft. De cliffhanger noemen ze dat. Zeker, ik kan dat zeker uitleggen hoe dat je dat kunt vermijden. Voilà. Ah, lekker. Dat riekt toch lekker, hè? Maar ja, kan ik u ervan overtuigen, zo'n beetje zo? Ja, het ruikt naar... Paling. Ja, naar paling. Ik ga nu zeggen... Er zijn mensen die daar witte wijn in doen. Ja. Er zijn mensen die daar een visbouillon hebben en visbouillon in doen. Ja. Maar ja, je hebt dat altijd allemaal niet in huis. Hè. Zomaar een fles wijn. Ik ga dat gewoon met water doen. Gewoon water. En dat is smaak genoeg dan? Ja, maar allez. Ik hoop dat jij straks gaat zeggen ja of nee. Hè. Dat wil ook zeggen dat je die paling natuurlijk niet, die pot niet vol water moet doen. Het is eigenlijk gewoon onder zetten. Gewoon onder. En nu mag dat echt... ja. Ik denk dat ongeveer... Ja. Maar voilà, dat gaat allemaal wel goed. Laat dat maar goed gaan. Voilà, mijn peterselie. Had je het idee dat zanderig was? Ik denk de kervel niet. Nee. Peterselie, die moet ik wel wassen. Ik kan dat even hier. Ik heb zelf het idee dat hij nog een beetje al gewassen was. Nee, maar dat kan. Allee, dat kan. Dus houden we dat wel wat vochtig om dat een beetje krokant te houden. Hè. Dus nu doe ik ook wat spinazie. Hetzelfde, de grote stengels, die moeten er tussenuit. Dat blijft te hard. Hè. En ik doe vooral spinazie, onder andere ook al voor die kleur eigenlijk. Dat is toch wel belangrijk. Die spinazie, dat geeft veel kleur aan van de paling. Dat maakt dat zo schoon, fris, groen. En het is dat je graag hebt, denk ik. Hè? Ja, maar dat is ook... ik weet niet of dat nu in smaak zoveel verschil maakt, dat zo'n beetje bruin zie. Hè? Nee, maar het is niet zo smakelijk. Nee, absoluut. Ik heb dat er ook moeilijk mee. Zo. Ik vind dat... Ja, ik heb dat liever dat wat echt zo wat fris is. Zo. Dat, ik geef je 1 miljoen keren gelijk. Amai. Het heet ook paling in het groen, anders was het paling in het bruin. Hè?
Dat zou ook kunnen. Hè. Je kunt dat ook zeggen. Als je merkt thuis, oei, het is niet volledig wat ik ervan gedacht had, dan zeggen dan de mensen, ah, ik heb eens iets anders beter gemokt, paling in bruin vandaag. Een variëteit. Ja. Ja. Heel kunnen nergens eten. Die kruiden mogen echt heel fijn, hè? Ja, absoluut, ja. Die spinazie die moet echt wel even gewassen worden. Die is wel echt... als je... Ik weet niet, maar de moderne koks die gaan dat natuurlijk in zo'n een blender doen, hè? Niet? Weet ik dat niet? Dan malen we hebben hier in mijn keuken alleen maar ouderwetse koks. Is het waar? Ja. Maar deze vind ik ook nog een goed systeem. Kom er nu mee af. Als het gedaan nee, is. Waarom? Dat is niet waar. We hebben het nog niet gedaan, hè? Oh. Ja, ja. Dus die spinazie, die nog wel vol zand, hè. Dus dat moeten we wel echt goed spoelen. Voilà. En dan kan ik al even die pieterselie wassen ook. Op zich is dat toch plezant dat er zo wat tijd in kruipt en heb je ook veel meer voldoening van zoiets. Hè? Ik denk dat dat top is, jong. Al ligt dat al een klein beetje opzij en dan mag je aan de volgende... Ik zal even een potje pakken. Ja, wow, dat mag ook je plank ook. Allee, je mag dat ook deplaceren. Ik weet dat je liefst proper werkt. Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Dus deze is gewoon... we gaan dat eens proberen. Hè. Er gewoon overwalsen of... Of rollen. Ja, ja, gewoon zo rollen. Ja. Ja, dat is allee, we gaan dat eens proberen. Dat is voorhistorisch, hoor. Want dat heb ik altijd gekend. Zeg, dat is iets goeds, zeg. Lukt het? Maar ja, dat is een wondermachine. De technologie staat niet stil. Ik dacht eerst, ik denk dat is iets dat we bij een dokter in meegedacht. Ja, dat is wel voor iets voor karaoke's in uw veld te krijgen. Ja, ik zo. Weet niet of... Je ziet, die staat gewoon niet te koken, maar te pruttelen, hè. Zoals we zeggen eigenlijk. Hè. En dan moet je dat niet vol een tube laten gaan. Hè. Dat is gewoon... Moet ik nog eens een nieuw plakkertje steken? Ja, hè. Ik spaar mijn vinger wel. Och, ik ben zo blij dat ik eens in mijn vinger gesneden heb. Voor wat? Ja, dat is sowieso iets anders, hè. Zijn er vier op? Ja, ik ben daar vier op. Nog 50 jaar in de keuken ik te staan. Ik moet eerlijk zeggen... 50 jaar in de keuken te staan, dat je dan nog in je vinger kunt snijden. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook blij, hè. Allee, ja, gewoon dat er is, dat mensen dat zien, dat bij mensen die toch wat ervaring hebben, ja, maar dat ook gebeurt. Voor het goede doel doen wij alles. Hè? Maar ik kan er ineens twee doen. Hier, zo, deze is nog een overschotje. Dat kan er nog wel af van het budget. jongen. Fantastisch, hè. Oké. Is dat al even fijn als... Ja, ik denk... Ja, mag ik uw rolletje even lenen? Dat is zeker, hè. Het is uw rollen. Ja, waar is het? Ah, hier. Voilà. Ja, we hebben nog een dikke 10 minuten, Johan. Ik denk dat we moeten... Ja, dat is perfect, hè. Ja, ah, oké. Niet? Ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet wat er nog allemaal moet gebeuren, hè. Ja. Als ik nog heel de keuken moet schilderen tegen dan, dat gaat niet lukken, hè. Maar ik veronderstel dat dat niet het geval is. We kunnen ze al ontfitten of zo, hè. Dus dat is de spinazie, hè? Dat jij nu... Ja, hebt, ja, ja. Dus ik doe er nu dus maar drie dingen in. Kervel, peterselie, hè. En dan die spinazie. Maar alstublieft, doe erin wat dat je... Hè. Mensen spreken soms ook van palingkruid.
Maar dat is ook persoonlijk. Dat is ook niet... En wat is dat? Ja, dat is een mengeling van salie, van al die dingen en zo. Maar dat is ook niet vast bepaald. Ze zeggen, Palink, dat is echt allemaal in die streek dit en in die streek dat. Hè, en in die het... Allee, maar dat is super tof, vind ik. Is dat nu iets wat jij nog bij u in het restaurant de kaart zet soms? Ja, maar allee, je weet, bij mij... Ik zet soms dingen op de kaart waar ik zelf zin in heb. Hè. Dat is op zo'n moment, god, lang geleden dat ik paling gegeten heb. Kom wat paling maken. en dan verkoop ik wat en dan heb ik mijn eten verniet. Goed, dat. Begrijpt u de filosofie? Ja, ik snap het volledig. Ik snap het volledig. Ja. Oké. Okay. Ik ga eens even proeven naar die jus. Ik zou... Voilà, hè. God, zo'n medewerker, daar heb ik jaren achter gezocht. En ah ja, en dat, ja. En dat krijg ik hier nu. Ben je een fijne carrière? Hè? Dus nu zou dat een beetje zo. Nee, ik wil dat, je daar nu al eens even... En dat die palingen normaal wel wat smaak heeft. Ja, wel, voilà. Nee, maar ik wil ook eens dat je dat proeft, dat dat eigenlijk wel zonder al die witte wijn en zonder die ook al echt die typische palingsmaak dat nu is. Al heeft. Hè? Ja, dat is. Dat is nu een klein beetje waterachtig. Dat heeft nog niet in kracht, zo, weet je wel, maar... Ja, het is alleen... Allee, dat is, met een visfumé is dat ook, hè. Dat is waterachtig, hè. Allee, ja, dat is... Maar ik vind dat al maar er zit veel smaak goed naar smaak. Absoluut. Ja. Wat vind je van die kruiding ook zo? Dat is al goed gekruid, goed, hè. Ja, absoluut. Ja. Dat vind ik altijd zo. Kruiden, als zichtbaar product zichtbaar is, dat is voor mij eigenlijk altijd een goede methode om de juiste dosering peperzout. Voilà. Ik ga ik naar zoeken naar een glazen kom. Ik denk dat ik die... Eén verdiep lager. Eén verdiep lager. Ja. Jongens, je kent dat hier allemaal al van buiten. En moet ik ijs hebben? Nee. Ijs? Oh, nee. Ik dacht misschien... Nee, nog niet direct. Ik dacht altijd, dingen die groen moeten blijven, dat er iets met koud water en zo. Dat van mij, dat mag niet in een glazen potje. Dat zeker, dat jawel. Dan was ik net zo fier op u. Ja, ja, maar ja. Daar heb ik dat helemaal niet aankomen allemaal. Voilà. Moet ik dat eens wat proper maken, hè. Het is in elk geval een groene aflevering vandaag. Dat kunnen we wel stellen. Moeten we er andere gedachten bij krijgen? Nee, totaal niet. Nee. Ja. En hoe weten we nu... Ja, hij is gaar of hij is... We gaan daar direct een stukje uithalen, hè. Kun je dat overkoken? Ja. Nou, extreem. Maar dat je zo alleen die paling eruit haalt en dat die graten eruit vallen? Dat kan. Dan, of dat moet al, of, nee, maar het is niet echt heel delicaat, veronderstel ik. Het stikt niet op een paar minuten, toch? Hè? Nee, het stikt niet op. Allee, dat moet juist zijn. Hè. Voor mij moet paling... Ja, die moet gaar zijn. Maar dat moet ook niet te plat zijn. Zo. Allee, dat moet zo juistjes zijn. Zo. Maar dat gaat perfect gaan. Voilà, oké. Okay. Ik krijg een beetje stress. Allee, stress. We hebben nog zes minuten en een half. Hoe gaan we dat hier... Heel eenvoudig is dat eigenlijk. Hè? Het is dat je zo een stukje eruit haalt. Ja. En dan... En dan proef je dat gewoon eens. Hè? Dan, hoe ver staat die paling? Hè? Voilà. Mocht jij zelf ook eens proeven? Is die gaar, is die niet gaar? Ik heb dat graag zo. Voilà, maar zo moet het ook zijn. Dus er is geen enkel... Dat zeker niet, er is geen enkel punt. Niet verder. Dat is zo. Nee, dat moet je ook niet verder doen. Je moet ook... Dat blijft doorgaan. Die warmte blijft er ook in zitten. Hè. En nu vissen we de stukken eruit eigenlijk. Ja. Hè? Dus je ziet, we hebben nog wat...
wat gepraat. We hebben nog wat dit, we hebben nog wat dat. Het is hier geen... Nee, we hebben er... Maar ja, ik zie het nog niet geen gebeuren. Stress, hè. Het is ongeveer een 300 gram paling per persoon, zoals je dat wilt van eten. Wordt er gerekend. Zo. Dus dit is voor... Dat is voor twee mannen. Voor ons getweeën. Daar gaan we juist mee toekomen. Wij koken wel voor gewoon mensen. Hè? Ja, ik denk alle jamkijkers eten graag. Ja. Dus dat is, die verstaan mij heel goed. Ja, absoluut. Nu weet ik de kommetjes staan. Hè. Dan moet ik u niet lastigvallen. Nu gaan we dat sausje gaan we binden. Hè. Ja. En wat is dat? Dat is... Op de ouderwetse manier? Ja, was moeder thuis. En wat is voor u de ouderwetse manier? Ja, met maïzijn. Ja, voilà, perfect. Er is niks fout mee. Hè. Voilà. Waarom is dat dan op een gegeven moment toch zo helemaal dat fout die maat nog aan krijgen? Ja, ik weet dat niet, jong. Dat is allemaal zo... Ja, het is allemaal wel... Allee. Je moet ook onderscheid kunnen maken tussen hoge gastronomie en gewoon lekker koken. Allee, je moet dat ook allemaal gezien. Anders kijk nu tegen mensen zeggen je die en die en die kruiden nodig. Begin maar, hè. Ga het allemaal maar zoeken. Het allemaal maar kopen. Allee, je moet een fles wijn in doen. Maar zijn zo kinderen die ervan eten, dan eten die ook allemaal. Hoeft dat allemaal wel? Ja, ja. Hè? Dat is zo'n beetje zo wat... Voilà. Een citroentje, als je dat nog eens even in tweeën. En een paar druppeltjes erin voor de frisheid. Ja, gewoon met een beetje water oplossen. Hè. Meer is dat niet. Hè. Voilà. Wacht hier, ik heb er hier ook een. Ja, maar dat komt er wel uit. Okay. En nu moeten we dat wat binden. Hè. We doen dat wat rustig aan. Ik ga dat even laten doorkoken. Ja, het heeft maar volle gijs, dat is heel goed. Je ziet dat direct, hè, dat kookt. Dat een beetje gebonden is al. Hè. En dat is een beetje, dat moeten we aanvoelen. En dat moeten we aanvoelen. Maar ja, de ene mensen ook liever iets dikker zou. Ik denk ook dat het een beetje verschillend is ook zo van... gaan we het warm eten of gaan we het koud eten? Ik vind als dat warm is, moet het iets meer gebonden zijn. Okay. En als je het laat koud worden in de frigo, die gelatine van die paling stijft dat toch op, dan moet je dat minder doen. Dat is zo wat streven. Zo. Oh, laat dat maar even schalen, ja. Dat is goed. Deze is zeker goed. Oké, en nu mag je, als je wil, stilletjes aan... Ja, doe niet alles in één keer. De volgorde maakt niet uit. Ja, de volgorde maakt niet uit. Ja. Ietsje minder? Ja, dat mag. Ja. Dit is het nieuws, hè. Gedaan. Het heeft opgekookt. Ja. Gedaan. Dus die kruiden moeten eigenlijk niet garen. Als je dat nu laat voort, dan wordt dat een bruine boel. Oké. Okay. Punt uit. Zo simpel is dat. Voilà. Nu gaan we gewoon deze hierin doen. Nu gaan we dat... Dat is ook wel belangrijk, dat je dat een beetje door elkaar mengt. Dat die paling niet alleen van onder zit, maar dat die in die... Voilà. Eerlijk zijn, hè? Ja, dat is heel lekker, heel fris, heel licht. En dat is wat moet zijn, denk ik. Hè? Het is vooral... En ik begrijp uw bezorgdheid en je hebt daar 100% gelijk in. Dat moet, voor mijn gevoel, moet dat ook zo fris groen zijn. Als je dat ziet, dan krijg je daar zin in. Hè? Dat vind ik wel... Allee, dat is voor mij wel heel belangrijk. Kun je dat nu morgen nog eens opwarmen? Absoluut.
Absoluut. Dat is ook allemaal zo tof van die dingen. Je kunt dat niet onmiddellijk eten. Wordt dat dan ook beter, like bepaalde stoverijen? Dat trekt wel een beetje zo. Hè. Je verstaat wat ik bedoel. Hè. Al die kruiden gaan er wel wat meer in gaan. Hè. Maar allee, deze is toch al... Zal ik eens een stukje brood snijden ondertussen? Ja, jong. Dat is ook brood van toen, hè. Zoals de paling. Normaal moeten dat zo... Ja, op je borst op een borst, maar ik kan dat niet doen. Nee, ik heb ik al in mijn vinger gesneden. Als jij dat nog in je borst kon snijden, dan... Ja. Voilà, zie. Voilà, ongelooflijk. Ongelooflijk, exact. Een brood erbij. Exact. Eventueel, met dat brood dan mag je nog wat gezouten boter op doen of zo, het een of het ander. Maar ook met een gekookt aardappeltje. Ja, je weet bij ons, maar er wordt alles met frieten gegeten. Hè. Ik vind dat ook niet. Voor mij hoeft dat niet. Voilà, exact op een half uur heeft hij het geklaard. En dan nog heel rustig, hè, want we hadden nog veel rapper klaar kunnen zijn. Het is waar. Dank je wel, Johan, voor deze... Ja. Ik hoop dat ik u een klein beetje meer toe aanzet om verliefd te worden op paling in het groen. Ik doe mijn best. Langzaam maar zeker. Stap voor stap. Paling in het groen. Eigenlijk heel eenvoudig om te maken. Dus laat u zeker niet tegenhouden om eraan te beginnen. En als u twijfelt aan het recept, ga dan naar njam.tv, want daar vindt u alle recepten van dit programma terug. Dank je wel, Johan. En ik zeg altijd, als ik het kan iedereen. Ja, dat is ook niet helemaal waar. Maar goed, dankjewel voor het kijken en tot de volgende Garde van Geert. Tot ziens. Zie je dit?